Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1187 lezen en bespreken we de rest van Zacharia 5. De vier eerste versen hebben we de vorige keer behandeld. Zacharia maakte een bijzondere nacht mee toen de Heer hem verschillende visioenen liet zien. Maar het valt op dat de eerste visioenen vooral bemoedigend zijn. De Heere liet weten dat hij weer bij zijn volk in Jeruzalem wilde wonen. Er was sprake van een nieuw begin, van verzoening. Maar de visioenen uit hoofdstuk 5 zijn anders. Vorige keer hadden we het al over de vliegende boekrol waar vervloekingen op geschreven staan. Dat is nogal wat, zeker als we bedenken dat een vloek in de Bijbel niet zomaar een krachtterm is die oppervlakkig uitgesproken wordt. Zoals helaas wel vaak in onze samenleving gebeurt. Een vloek in de Bijbel heeft gevolgen. Dat geldt zeker ook voor de vloeken die op de boekrol geschreven staan. Het valt ook op dat de boekrol niet naar de heidenen gaat of naar Babel, maar over Juda vliegt over het land waar Gods teruggekeerde volk woont. De boodschap is duidelijk: ieder die steelt of liegt wordt gestraft. Uiteraard geldt de ganse wet, maar liegen en stelen waren zonden die op de loer lagen in die dagen. De inwoners van Juda hadden het vlak na de ballingschap niet breed. In zo'n situatie dreigt altijd het gevaar dat men zich op een oneerlijke manier iets probeert toe te eigenen. De God die dit visioen laat zien is dezelfde God van de bemoedigende visioenen. Het maakt duidelijk dat Gods woord niet alleen een blijde boodschap bevat, maar ook voorschriften en wetten. Daarin zegt de Heer dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Bij de verbondsluiting heeft hij zegen beloofd. Maar als Israël zich niet aan de afspraken houdt, is er ook sprake van vloek. Toch bevat ook dit visioen een bemoedigende boodschap voor Jeruzalem. De Heer bouwt niet alleen de stad, maar hij reinigt en zuivert haar ook. Maar Zachariah zag twee vliegende objecten in zijn visioenen. Laten we kijken naar het volgende. Denk eraan dat het boek Zachariah een van de apocalyptische boeken van de Bijbel is. Het is hemels, engelachtig, geestelijk en in hoge mate symbolisch. Met andere woorden, wat Zachariah schrijft is van buiten deze wereld. We moeten fanatisme aan de ene kant vermijden en materialisme aan de andere kant. Zachariah 5, vers 5. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: Sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. De engel bereidt Zachariah al een beetje voor op wat hij te zien zal krijgen. En weer heeft hij zijn ogen wijd open. Ook dit is geen droom. Zachariah 5, vers 6. Ik zei: wat is dat? Hij zei: dat is een Efa die tevoorschijn komt. Hij zei: dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Het is moeilijk om ons goed voor te stellen wat Zachariah ziet. Een Efa is namelijk een grote inhoudsmaat voor droge waren, een korenmaat. Er wordt een hoeveelheid koren meegemeten om te worden verkocht. Er komt dus iets aanvliegen, een of ander ongeïdentificeerd voorwerp. We horen ook niets op welke manier het voorwerp wordt voortbewogen. In ieder geval, ook Zacharia kan het niet thuisbrengen. Hij vraagt, wat is dat? Ook de gouden kandelaar en de boekrol kon hij niet meteen thuisbrengen. De engel helpt hem en geeft uitleg. Gezien een Efa een inhoudsmaat is voor droge stoffen, zouden we ook kunnen denken aan een soort graankist. Uit het vervolg blijkt dat er een paar handvaten aan het vat of de kist moeten zitten, waardoor het door twee personen gedragen kan worden. Wat zit er in de Efa? Voor de volledigheid moet ik zeggen dat er verschillende vertalingen en opvattingen zijn over dit vers. Sommige vertalingen gaan ervan uit dat er staat dat het vat gevuld is met de zonden uit het hele land. In het Hebreeuws is het woord voor oog bijna hetzelfde als een van de woorden voor zonde. De bedoeling is dat de woorden aangeven wat in de volgende verzen duidelijk wordt. Het gaat erom hoe de zonden uit het hele land eruit zien. Zachariah 5, vers 7. En zie, een lodendaksel werd opgelegd, en er was een vrouw die midden in de Eva zat. Ik heb al dikwijls aangekaart dat inhoudsmaten niet met zekerheid om te rekenen zijn. Er wordt dikwijls uitgegaan van zo'n 40 liter. Maar in deze Eva zit een mens, die blijkbaar ook nog wat bewegingsruimte heeft. Dan is het vat of de kist wel een stuk groter geweest. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom de profeet het voorwerp niet herkende. Er ligt ook nog een deksel van lood op. Het is een zwaardeksel, dat duidelijk maakt dat wat zich onder het deksel bevindt er ook onder moet blijven. Wat we in dit visioen hebben gezien is een voortzetting van oordeel. Over de zonde en ongerechtigheid van Israël. Het ziet vooruit naar het millennium, waar zonde en ongerechtigheid uit het land verwijderd zullen worden. Ook ziet het vooruit naar het oordeel over Babylon, dat het millennium zal voorafgaan. We moeten het vergelijken met Openbaring 18, waar we het oordeel over handel drijvend Babylon zien. God zal de liefde voor geld en de hebzucht die verbonden zijn met commercialisme oordelen. We zien dat een van de grote zonden van de Israëlieten. Toen ze uit Babylon terugkeerden, een onverzadigbare liefde voor geld en verlangen naar materiële dingen was. Je herinnert je wellicht dat Nehemia met ze over deze kwestie moest handelen, omdat ze aan hun broeders tegen hoge rente uitleenden. Door de Mosaïsche wet was hun verboden om dit te doen, en Nehemia wees ze terecht. Het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi, beeldt het leven in het land uit nadat de tempel was gebouwd. Dat zullen we zien na de bespreking van Zacharia. Daarin zegt God dat de hele natie hem beroofd had. Ze waren schuldig aan begeerte. Ze waren erop gericht om rijkdommen voor zich te vergaren. En ze waren bereid God te beroven en hun broeder te schaden om het te bereiken. Dat is ook wat ze in Zacharias tijd deden. En God onthult dat hij van plan is die geest van begeren uit het land te verwijderen. Zacharia 5 vers 8 En hij zei, dit is vrouwengoddeloosheid. goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en hij wierp het lodengewicht op de opening ervan. In het vliegende vat zit de zonde. In het beeld dat Zacharia ziet, is er dan even een sterke hand die het lodendeksel oplicht. Dat is een spannend moment. Nu zal Zacharia, en ook wij weten hoe de zonde eruit ziet, hoe we de zonde kunnen herkennen. Zal er een monster tevoorschijn komen? Een duivel die zo te herkennen is als een handlanger van Satan? Nee. We zien een vrouw in het vat zitten, een vrouw die de goddeloosheid voorstelt. Dit heeft uiteraard niets met de vrouw in het algemeen te zien. Als Gods woord de zonde tekent, in de gedaante van een vrouw, dan is dat een beeld van het verleidelijke van de zonde. Hoe de zonde kan verleiden, hebben we onder andere gelezen in het Bijbelboek Spreuken, in hoofdstuk 7. Ook daar wordt de zonde gekenmerkt door aantrekkelijke vormen, warme lippen en zachte armen. Er gaat van de zonde een geweldige zuigkracht uit. Zo is het in de Hof van Eden al begonnen. Zo mooi, zo fijn, zo aanlokkelijk. De zonde spreekt de hartstochten van een mens aan, maar ondertussen zuigt het een mens weg naar de dood. In Zacharia's visioen vertegenwoordigt de vrouw het volk Israël dat zich ongezond met commercialisme had bezig gehouden. God wil ze zegenen, maar hun vreselijke zonde van begeerte moet eerst aangepakt worden. Een zonde wil zich altijd uitleven. Dat ziet Zacharia ook. Als de engel het deksel even oplicht om de profeet de inhoud van het vat te laten zien, dan probeert de vrouw onmiddellijk te ontsnappen. De engel moet haar weer terugduwen en moet het zware deksel snel weer laten vallen. De zonde wil niet gevangen zitten. Ze wil uitbreken. Sommige mensen denken dat zij de zonde wel in de hand kunnen houden. Maar niets is minder waar. Als een mens heeft ondervonden hoe sterk de zonde is en hoe zwak hij zelf is, dan weet je dat de zonde niet in de hand te houden is. Als aan de zonde eenmaal toegegeven wordt, dan wil die zonde steeds meer. Dan worden grenzen overschreden en zijn de remmen los. Dan spreekt steeds minder het geweten dat aanvankelijk protesteerde. Zacharia 5, vers 9 Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar, en ze tilden de Eva op tussen de aarde en de hemel. De vrouw blijft in het vat. Ze zit gevangen onder het zware deksel. God heeft haar gevangen genomen en zijn engel heeft haar teruggeduwd toen ze wilde ontsnappen. Op zich geeft dat al rust. Maar stel je voor dat het vat zomaar ergens blijft staan, dan is er altijd het gevaar van uitbrekende zonde. Dan is de zonde niet echt weggedaan. In een onbewaakt moment, door een ondoordachte handeling, kan ze haar slag slaan. Daarom doet God het vat verdwijnen. De twee vrouwen hebben vleugels als van een ooievaar. De vleugels van een trekvogel die van het ene continent naar het andere vliegt. Ze worden voortgestuurd door de wind. En als we dan bedenken dat het Gebreese woord voor wind ook adem en geest betekent, dan is de bedoeling duidelijk. De Heere blaast door zijn geest de zonde weg uit het midden van zijn volk. Hij heiligt hen. De goddeloosheid wordt afgevoerd, gedeporteerd. De zonde hoort bij Gods volk en kinderen niet thuis. Dat is voor gelovigen, Joden en niet-Joden, een geweldige troost. Net als Paulus moeten wij zeggen: Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heer. Om kort te gaan: ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God. Maar ik ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Maar de zonde woont niet meer in een gelovige, want in hun hart woont de Heilige Geest, die hun lichaam tot zijn tempel maakt. En de zonde heerst er niet meer, want ze leven van genade. Waar de Heere komt, daar wordt de zondemacht afgevoerd. Daar openbaart zich de kracht van de Heilige Geest, die in ons wil wonen en ons wil heiligen. Wat een geweldige boodschap! Zacharia 5, versen 10 en 11 Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Waar is Sinear? Het is het land van Babylon, en dat mag eigenlijk niet verbazen. In Babel is, volgens Genesis 11, na de zondvloed het leven zonder God weer begonnen. De mensen zonder God wilden er een toren bouwen, Waarvan de top tot in de hemel reikte. En in het laatste Bijbelboek, in Openbaring, eindigt in Babel het leven zonder God. God zal dit kwade stelsel terugbrengen naar de plek waar het vandaan kwam. En zijn uiteindelijke vernietiging werd door de Apostel Johannes gezien in Openbaring 18, versen 1 tot en met 5. Daar staat, hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten, en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzingwekkende vogels. Want van de wijn van de toren, van haar hoererij, hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Als dit kwade stelsel verwijderd is en als het kwaad is vernietigd van de hele aarde, zal het koninkrijk van God naar de aarde komen. Wat een heerlijk vooruitzicht is dit, terwijl jij en ik in deze huidige kwade tijd leven. Terug naar Zachariah 5, versen 10 en 11. We horen Zachariah vragen waar de vrouwen het grote vat naartoe brengen. Ik denk niet dat Zachariah die vraag stelt uit nieuwsgierigheid. Het is meer bezorgdheid of het grote vat wel ver genoeg wordt weggebracht. Een gelovige zoekt de zonde niet op. In Zachariah zien we dat de Heer de zonde weghaalt uit het midden van zijn volk, omdat volk een tempel te doen zijn van zijn heilige geest. Maar in Zachariah doet de Heer de zonde nog niet van de aarde weg. Nog niet. Hij brengt ze over naar Babel, de stad van de wereld, de stad van de mens, de stad van de Antichrist, waar de Tempel van de Zonde en de Goddeloosheid staat. Daar woont vrouwengoddeloosheid. Wij moeten niet schrikken als we de wereld steeds goddelozer zien worden. Dat hoort bij de tijd waarin we leven. Hij die zijn volk heiligt, geeft deze tegenwoordige wereld prijs aan de macht van de Zonde. Dat moet, zegt de Heer, opdat de scheiding zichtbaar wordt tussen wie van God is en wie van de wereld is. In Openbaring 22, vers 11 lezen we: Wie ondracht doet, laat hij nog meer ondracht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Zien wij het gebeuren? Ondracht op grote en kleine schaal, waarbij het recht van de sterkste geldt. Zien we het vuil dat op allerlei manieren onze huizen probeert binnen te dringen? Zie jij het? Schrik er maar niet van. Meer dan 2000 jaar geleden liet de Heere het al aan Zacharia zien. Naarmate we dichter naar het einde komen, worden de tegenstellingen alleen maar groter. In Babylon gaan de mensen hun eigen gang en houden geen rekening met God. En door geboorte zijn we van nature allemaal burgers van Babylon. Maar God heeft jou en mij lief. Hij wil ons in Christus redden en verlossen. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.